Welcome, welcome by For the Passion, Not the Fashion, the YouTube channel. We are here with David from the Bijwerking, and we're going to do the interview in Dutch. So it's a Dutch band with Dutch native tongue. So sorry, English viewers, American viewers, whatever. It will be in Dutch, so I hope you can translate it. Anyway, we're going to start. David, welcome. Dank je wel, in het Nederlands. Ja, dus even omschakelen. Ja. Hey David. Allereerst introduceer jezelf en je band aan onze kijkers. Nou, we zijn dus de Bijwerking uit Amsterdam. Een power trio. Ja. En wij noemen onze muziek raasrock. Raasrock. Omdat het voorbij raast en lekker rockt. Het is een beetje punky, metal, punky. Hardcore een beetje, rock'n'roll, zo'n mixje daarvan. En op drums hebben we Patrick Kuschel. Op bas hebben we Patrick Kuschel. Op drums Marijn Mol. En ik ben David Averiat, ik speel gitaar en ik brul. Oké, cool. Ja, ik vind zelf heel erg een beetje als Peter Brand Speedrock. Een beetje die kant gaat ook een beetje op. Ja. Beetje en een beetje motorhead en zo. Ja, weet je wel, ja, het is een grote mix van 40 jaar muziekliefde bij elkaar in de soeppan gegooid. Dus je kan van alles tegenkomen. Ja, het is heel origineel. Het is heel apart. Ja, het is natuurlijk al. Ja, het is best vergelijkbaar met als mensen een beetje Peter Pan Speedtrack en Motorhead fans zijn. Dan moeten ze echt zeker even jullie muziek checken, denk ik. Vind ik ook. Ja. Ja, de EP Doorgaan voor 30, die is uitgebracht via mijn label en Thomas' label, Headbangers Records en Big Bad Wolf Records. Ja, voor deze, sorry voor de situatie met de ziekte van Tamme momenteel. Ja. Maar zijn jullie tot nu toe tevreden over het resultaat, hoe de EP is geworden? En, ja. Ja? Ja, hij ziet er goed uit, hij klinkt vet. Uh-huh. En we zijn eigenlijk tevreden. Ja. Nou, nog wat meer reviews, dat zou helemaal geweldig zijn. Wat meer reviews en er moeten wat optredens aankomen weer. We gaan nu beginnen volgende maand. We hebben er 3, geloof ik. Maar als ergens iemand nog een bandje kan gebruiken, kom maar binnen met je knecht, want we zijn erbij. Cool. Ja, ik ga het even overleggen met mijn collega. Maar ik werk als vrijwilliger voor DMC Groep in België, een concertorganisatie. Dus ik ga mijn baas sowieso even tippen over jullie. Dus, cool. Ja? Yes. België, dat is ook Nederlandstalend, talig voor een deel, hè? Ja. Dus, en Wallonië is ook geen probleem, maar ja, dan moeten ze. Ik luister zelf ook naar Franse bands, dus ik kan ook geen Frans. Dus. En okay. we luisteren allemaal naar Engelse bands, toch? Ja, daarom. Hey, wie schrijft de muziek en de teksten bij de Bijwerking? Dat doe ik eigenlijk. Ja. De jongens die helpen mij met het keihard uitvoeren en opnemen van de muziek. Maar het is eigenlijk de hele EP is opgenomen in de lockdown. Ja. Kon de deur niet uit, dus er moest muziek gemaakt worden. Dus dat is eigenlijk allemaal op deze kamer gebeurd hier, geschreven. Ik zal eventjes laten zien. En alles is op deze kamer geschreven. En we hebben gewoon constant digitaal overleg gehad. We hebben thuis alles ingespeeld. En ik heb het laten mixen door Serge Naberman. Ja, ken ik wel. Van The Flyer en The Vulture. Flyer, ja. En nu Rebel Star. Sorry Rebel Serge Star, dat ik mijn Rebel Star shirt niet aan heb. Ik heb hem vaak aan. Maar die kan mixen als een malle. Die heeft onze eerste CD ook gemixt. Ja. En eigenlijk ben ik de deur niet uit geweest voor deze EP. Alleen voor de videoclip. Voor de videoclip daarna wel, en ook met spelen, maar het opnemen en het schrijven is allemaal thuis gebeurd. Okay. Ik doe het liever in de oefenruimte trouwens hoor, maar het was niet anders. Dus. Ah, ik ken Serge ook leuk, leuke kerel, dus werkt ook voor Najib Amali, hè? Ja, heeft hij mee gespeeld, ja. Ja, precies. Aardige kerel. Hey, en nog gitarist ook, hè? Hey. Ja, zeker, in een paar leuke bands, Nederlandse bands, dus Rebel Star natuurlijk, wat je zegt, en ja. Flyer en Vulture. En, mooie meneren vroeger. Ja, knappe kerel. Nee, mooie meneren was een bandje van hem ook. Oh, oké. Mooie meneren, toch? Ja, uit Den Haag. Oké. Ja, ken ik niet, sorry. Is dat oud al? Ja, hij is oud, ja.
Oké. Hey, wat zijn de voornaamste invloeden van de bijwerking, muzikaal en textueel? Ja, kijk, muzikaal is het echt. Ik luister echt naar eigenlijk naar alles wat goed is. Dus ik luister voornamelijk rock, maar best wel veel metal ook. Veel punkrock, veel Scandinavische punkrock als The Helicopters en Turbo Negro, vind ik te gek. Maar ook de Ramones en Iggy Pop, maar ook Kiss. En heel veel Tin Lizzy, Queen, Stones, Bowie, Springsteen. En ik luister ook naar Doe Maar, weet je. Ik luister naar alles wat goed is gewoon. Dus, en dat is eindeloos veel. Dus noem het maar op. Maar kijk, ik ben geen nachtegaaltje qua zang. Dus het moet wel beuken dat ik er overheen kan schreeuwen. En ja. dat komt echt meer de Motorhead... kant naar boven en een beetje Peter Pan, weet je wel. Want als ik Stille Nacht, Heilige Nacht ga spelen, ja, dan moet ik er niet overheen zingen, weet je wel. Dus, nee. Dus het wordt wel een beetje, ik hou ook van rustigere dingen, maar het wordt wel een beetje heftig aangezet, zodat ik er overheen kan brullen. Nou, netjes. Ja. Je zegt van, je zei net iets van, oh, Doe Maar, ja, die komen bij mij uit de stad, hè? Oh ja, ja. Uit Tilburg. Ja, kijk, ja. Ik ben mijn hele leven ook Doe Maar fan geweest eigenlijk. Sorry. Oh, sorry, ja, goed. Scene points, daar doen we niet meer aan, hè? Nee. En ook qua teksten, als ik textueel, bedoel, ik vind wel dat ik dat kan zeggen. Ik luister graag naar de teksten van Henny Vrienden en Huub van der Lubbe, ook van de Dijk. Dat zijn twee goede tekstschrijvers, vind ik. Ja. En dus dat zijn twee textueel zeker twee invloeden. Ook Huub van der Lubbe is te gek, vind ik. Ja, ik ben nooit zo heel erg de Dijk. Heb me nooit niet zo bezig gehouden met de Dijk. Maar het is zeker geen self-think-self bands als drukwerk of het goede doel. Vind ik zelf ook best leuk. Dus, ja, die hebben ook goede teksten, jongen. Het goede doel. Ja, echt. En het is in het Nederlands, vind ik, best een stuk moeilijker om een coole tekst te schrijven. Die goed klinkt, hè, en ook nog wat zegt. Kijk, als ik in het Engels zeg, baby, baby, let's go, let's rock, yeah. Weet je wel, gitaartje erbij. Baby, baby, let's go, let's rock, yeah. Klinkt meteen al een beetje lekker. Maar in het Nederlands moet je met iets meer komen voordat het lekker klinkt. Je kan niet zeggen, schatje, schatje, we gaan. Ja, ja, ja. Klinkt voor geen meter. Dus je moet wat harder... Dat doen die macro-hiphoppers wel, hè? Ja, wel. Die doen dat wel. Maar die zijn er ook goed in, trouwens. Hè. Sommigen zijn er goed in. Maar in het Nederlands vind ik het moeilijker om een tekst goed te laten klinken, om mee te beginnen. Dat is natuurlijk waar je begint. Dan in het Engels. En dan moet je nog wat zeggen ook. Dus het is best wel uitdagend. Ik ben zelf ook een grote fan van Osdor Possie. Die hebben ook geweldig. Die doen het ook geweldig. Moordenaar. Het is geweldig, toch? Ja, ja. En zelf, wat je zegt ook van... over Nederlandstalig. Ik zei het straks Peter Pan Speedrock. Maar ik vind jullie ook heel erg van Dalen-achtig. Ja, ik ken Van Dalen niet goed. Maar ik heb de vergelijking al 10 keer gehoord. Maar geweldig ben. Ja, heel leuk. Ja. Dus checken. Ja. Geitenwolle sokrockers. Ja, lachen, ja. Ja. Hey, en jullie hebben altijd... eigenlijk die vraag die ik nou wil gaan stellen, die heb je al beantwoord. Deels heb je hem beantwoord. Waar is de plaat geproduceerd? En door wie? Nou, Serge Naberman. Maar waar is hij opgenomen? Bij Serge thuis? Of, Nee, helemaal... Nee, ieder op zijn... Hij is op 3 kamers opgenomen, Marco. Oké. Okay. Dus, we zijn begonnen ik heb de guides hier gemaakt thuis, gewoon op mijn computer. Dus en daar kon Marijn overheen drummen. Dus Marijn heeft thuis zelf alles ingedrumd. Opgestuurd naar mij. Ik heb de gitaren gedaan. En dat doe ik ook zo meteen, hè, zie je? De gitaren gedaan. Yeah. En hier gezongen, met deze microfoon. En toen heeft Patrick alles gebast. En toen hebben we het naar Serge gestuurd. Okay. Die heeft het gemixt. Dus dat was echt allemaal in de lockdown. We konden de deur niet uit. Dus, en we wilden per se muziek maken. Dus, en dat kan tegenwoordig op die manier. Dus dat is te gek. Ja. Ja, het is een oplossing. Niet ideaal, vind ik. Maar, Ik ook, vind ik ook, hoor. Maar het was wat het was. Vroeger werd het natuurlijk al een beetje gedaan door kluizenaars. Zoals bijvoorbeeld, had vroeger ook Battery, weet je wel. Die nam ook alles zelf op. En die nam ook
weet je wel, zo heb je dan wel meer van die mensen, van die eenmansprojecten, weet je wel. Boston, de eerste plaat van Boston, More Than a Feeling. Ja? Die gozer helemaal alleen opgenomen. Echt? Als je dat nu nog hoort, hè, dan klinkt het ook op je iPhone, als je dat hoort, dan klinkt het geweldig. Heeft hij helemaal alleen gedaan, op één nummer na. Is één man gewoon. Nou, dat is wel echt een klassieker, die plaat. Ja, de eerste Boston. Er is ook een hele coole documentaire over. Op YouTube. Moet je eens kijken. Kijk lekker weg. Helemaal alleen. Dus ja, briljant. Ver in de tijd. Dat is niet echt van die tijd natuurlijk. Nee, klopt. Maar hij had wel een vette studio. Uh-huh. Maar alles alleen, weet je wel. Alles alleen. Wauw. Ja, en zonder de computer, hè? Dat scheelt ook, hè? Nou, ja, inderdaad. Wij doen alles. Want over die artworks gesproken, ik vind jullie artworks echt super tof. Ja, cool, hè? Ja, ik vind ze heel leuk. Dus wie maakt die eigenlijk? Dat is Stella Bunisieg. Dat is een oud leerling van mij. En een meisje met heel veel talent. Ja. En ik werk op een school 3 dagen, geef ik les. En zij was leerling bij mij, dus zij is nu denk ik een jaar of 20, toen was ze 16 of zo. Maar een bijzonder meisje met veel talent voor muziek en voor artwork. Kon ook goed gitaar spelen, weet je wel, zingen. Oh, gaaf, cool man. Ja, echt een hele coole chick. En, doet ze goed? Ja, doet ze goed, ja. Ja, doet ze en, heel goed even. Ja, gewoon, weet je wel, ze is denk ik 20 jaar of zo, misschien, ja. En op de computer maakt ze dat, nou ja, geweldig toch? Ja, ik wou wel even vermelden, want ik vind het echt leuk, dus... Ja. Ga zo door, meid. Ja, zeker weten. Ja. Hey, en zijn jullie nog actief in andere bands of muzikale projecten naast de bijwerking? Ja, zeker, zeker. Onze drummer zit bij Imperia. Die hebben net een miljoen luisteraars op Spotify die mafkezen. En hij zit bij de Dreamside City. En hij zit bij echt zo'n hoer, weet je wel. Zit hij nog meer bij? Nou, in ieder geval nog 2 dingen. Onze bassist is helemaal een broodspeler. Toen er nog brood te verdienen was met spelen. Ja. Zit bij het Amsterdelics en bij de Burners en allemaal en studioklusjes. En ik heb ook best wel wat sessies met hem gedaan. Hij kan ook heel goed funk bassen. En ik zelf zit bij Woodstock The Story. Dat is een theatervoorstelling die elk jaar een paar weken in Duitsland zit. Maar ja, hè, de laatste 2 jaar niet natuurlijk, maar daar doen we theatertouren 2 keer, nou in ieder geval 1 lange per jaar. En zomer zitten we nog 3, 4 nachten in Duitsland. En dan de Metallica's doe ik. Cover tribute bandje van Metallica. We hebben vorige week voor het eerst opgetreden sinds tijden. Was heerlijk. Oh, leuk. En, waar? Almelo, muziekcafé Almelo of zo. Ah, ja. Oké, Almelo, ja. Ja. En we doen de Zwarte Cross 2 april met de Metallica's. Heb ik al vaak gestaan met hun. Denk al voor al 5 keer gespeeld. Black Sabbath Trio doe ik ook. Een Black Sabbath bandje. Is ook te gek. Met de drummer van Miss Montreal. En een te gekke bassist, zanger. Thomas Meeuwis. En ik heb Rubber. En daar heb ik nu een plaat mee aan het opnemen. Te gekke plaat. Is wat minder heftig. En met 2 zangeressen en een zanger. Ja, en sessies. We doen allemaal nog losse dingetjes. Dus er wordt elke dag muziek gemaakt. Ah, leuk. En op school geef je ook muziekles of zo? Ja, muziekles, ja. Ah, leuk. Ja. Op een middelbare school neem ik aan. Middelbare school, ja. Ja, en nog privé heb ik ook nog... leerlingen. Zodje leerlingen. Hé, hey, want over die... Imperia zei je net. Onze journalist, onze... interviewster Natasja Leen. Die heeft nog een interview met de band gedaan voor ons kanaal. Oh, wat leuk. Nou, Natasja kent uit Zaandam komt ze. Model. Nee, ik ken haar niet, nee. Ah, oké. Nee. Ah, oké. Maar ze werkt voor ons en ze heeft Imperia destijds ook geïnterviewd. Dus, Ja, het is een tof project. En ze hebben heel veel luisteraars. Dus te gek. Ja, cool. Ja. Hey, en wat zijn je toekomstplannen en missen jullie het live optreden met de band? Nou ja, live optreden, dat is duidelijk en dat missen we zeker. Maar volgende maand gaan we aan de bak, dus dat is fijn. En toekomst, eerst even lekker spelen deze zomer.
En dan, ja, dan moet ik weer gaan schrijven, dus dan moet ik altijd eventjes beginnen, weet je wel. Ja. Dus ik heb nog geen directe plannen om nu te gaan schrijven eigenlijk. Ik zit een beetje, ik wil eigenlijk eerst gaan spelen. Eerst even spelen. En dan daarna, eind van het jaar of zo, pak ik wel weer een pen en dan ga ik wel weer schrijven. Maar ik zit nu niet in de schrijfmodus. Oké. Ik moet altijd een beetje in een soort flow komen. Dan ga ik in één keer heel veel schrijven, maar nu even niet. Maar het Oké. komt wel weer. Het komt wel weer. Super. Nou, ik Ja. ben heel benieuwd. Die eerste EP die wil ik eigenlijk ook nog een keer. Dus Ja. ik weet niet of die nog te krijgen is, maar Ik ga hem voor je regelen, afgesproken. super, super, Oké. super. Okay. En Dan zal alles. ik weer, dan zal ik nog eens mijn best doen om nog eens wat los te krijgen. Maar Ja. ik zal ook even aan Mike, als je dit ziet, en André. Aardschok Magazine. Geef de jongens even een kans. Schrijf even een leuk reviewtje. Vind En ik ook. daar, ja. Ook Rock Tribune. Die jongens kijken ook wel regelmatig, denk ik. Doe ook eventjes. En voor alle internationale kijkers, doe het ook. En alle kleine webscenes. Iedereen is welkom. Alle reviews zijn welkom voor deze jongens. We Zeker. zouden het heel erg op prijs stellen. Alright. Hey. Nou, dankjewel. Ja, jij ook. Dankjewel, David. Ik En hoop dat het vruchten af gaat werpen. ja, dat hoop ik ook. Dat is goed. En we hebben later weer contact, goed? Is goed, dankjewel. Oké, okay, For the man. passion, not the fashion. Rock on. For the passion, not the fashion. Like, subscribe now. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Bye bye.